De Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, heeft verkeerd gehandeld door de Nationale Assemblée in een brief te vragen om de behandeling van de wet grondenrechten inheemse en tribale volken te staken vanwege een slechte timing. Dat zei minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie voor de vergadering van de ministerraad. Verder wilde de bewindsvrouw niet al te diep op de zaak ingaan. Kijk, KKF is een werkarm van het ministerie van Economische Zaken. We hebben het ook in de media gelezen en ik heb meteen een brief naar KKF en ook naar de voorzitter en ook naar de president gestuurd. Dat het duidelijk moet zijn dat KKF eerst de minister van Economische Zaken moet horen en spreken voordat zij met dit soort besluiten en dit soort brieven naar buiten komen. Dat is duidelijk. En daar ben ik ook, heb ik een duidelijke standpunt over en binnenkort zal er meer naar buiten komen. Wel zegt Kuldeep Singh dat de KKF-brief niet door de beugel kan, omdat zij het ministerie heeft overgeslagen. Omdat ik vind dat het ministerie de verantwoordelijke is en je gaat het ministerie moeten consulteren in deze. Parlementsvoorzitter Marinus B. had eerder al gereageerd op het schrijven van de KKF, waarin hij het voorstel van KKF betitelde als aan barbarisme grenzende impertinentie.